Ja, dank u, voorzitter. Terwijl de bevolking blijft groeien, blijft het aantal ziekenhuisorganisaties in ons land dalen. In 1985 waren er nog 159 ziekenhuizen in Nederland, nu zijn dat er nog maar 70. Meer dan een halvering. Hetzelfde geldt overigens voor het aantal organisaties in de geestelijke gezondheidszorg en het aantal ziekenhuislocaties. Ook dat is enorm afgenomen. Het beeld is niet anders voor de spoedeisende hulp en zet ook daar de laatste paar jaar door. Het aantal spoedeisende hulplocaties daalde tussen 2016 en 2021 van 94 naar 82. En het aantal spoedeisende hulplocaties dat 24/7 open is van 90 naar 80. Kortom, zelfs de acute zorg verdwijnt op steeds meer plekken in ons land. En vooral uit de regio. Dit terwijl de vraag naar acute zorg de komende jaren toeneemt. Het RIVM verwacht op basis van demografische ontwikkelingen dat in 2030... in vergelijking met 2019, het beroep op huisartsenposten met 9% zal zijn gestegen, op de ambulancezorg met 17% en dat er 13% meer spoedeisende hulp zal moeten worden verleend. Je zou dus juist een toename van het aantal locaties verwachten waar acute zorg kan worden verleend. Maar het omgekeerde is het geval. Hoe kan dit? We hebben het al vaker gezegd. Onder nietzeggende mooie maar holle mantra's als professionalisering, samenwerking, integrale zorg, etc., wordt de zorg in steeds meer regio's bruut wegbezuinigd. Zelfs de acute zorg. Zo wees de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Obstetricie en Gynaecologie ons in aanloop naar dit debat erop dat er jaarlijks 150.000 acute bevallingen plaatsvinden, werd net ook al naar verwezen, die van het ene op het andere moment levensbedreigend kunnen worden. Als de acute zorg dan ver weg is, of het ziekenhuis in de regio onder het motto van specialisering volledig is uitgekleed en alleen nog maar laagcomplexe zorg kan verlenen, kan dit tot grote problemen leiden. Toch is dat precies het pad dat de minister lijkt te willen bewandelen. Concentratie van acute en complexe zorg op minder en minder locaties in ons land. De regio's verzetten zich hiertegen, terecht. We hebben bijvoorbeeld veel brieven ontvangen over het voortbestaan van acute zorg in de regio Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. De spoedeisende hulp van het Van Weel Bethesda ziekenhuis, werd net ook al genoemd, dreigt te sneuvelen. Als deze spoedeisende hulp sluit, moeten inwoners in Zeeland voor spoedeisende hulp zorg naar Rotterdam. En Rotterdam is niet binnen 3 kwartier te bereiken. Zeker als er bruggen en tunnels gesloten zijn. Gevolg, ouderen, maar ook andere kwetsbare groepen, zoals bijvoorbeeld zwangere vrouwen, die wellicht een beroep moeten doen op spoedeisende hulp, zullen zich mogelijk gedwongen voelen weg te trekken uit Zeeland. Daarmee komen voorzieningen nog meer onder druk te staan. De sluiting van de spoedeisende hulp zal bijvoorbeeld leiden tot omzetderving, omdat er minder toeleidende zorg is vanuit de spoedeisende hulp. De betaalbaarheid en efficiëntie van het ziekenhuis komen zo onder druk te staan. Ook wordt het ziekenhuis een minder uitdagende werkplek met alleen laagcomplexe zorg. Overleg tussen specialisten in het ziekenhuis verdwijnt, omdat er simpelweg steeds minder specialismen zijn. De dynamiek verdwijnt. Het sociale weefsel in de regio wordt aangetast. Allemaal gevolgen die misschien niet in een getal uit te drukken zijn, maar daarom niet minder reëel. Een negatieve, vicieuze cirkel. De regionale huisartsenorganisaties scharen zich achter deze zorg, net zoals de oudere organisaties. Zij voorzien, een citaat, een cascade van problematiek in de doorstroom en samenwerking in de ouderenzorg. Einde citaat, in de regio. Vraag aan de minister, hoe kijkt hij hier tegenaan? Is hij bereid zich in te zetten voor het behoud van de spoedeisende hulp in dit ziekenhuis? Tot slot. Wat de acute zorg betreft is er vorige week een rapport van het RIVM uitgekomen waarin staat dat er volgend jaar tientallen ambulances extra nodig zijn, in 2023 dus. We zien de laatste paar jaar de vraag naar ambulancezorg enorm toenemen. In 2020 waren er ongeveer 1,3 miljoen ambulanceritten. In 2021 zijn het er volgens het RIVM meer dan 1,4 miljoen. En op 12 juli 2022 kopte de Volkskrant dat het aantal ambulanceritten in het eerste kwartaal van dit jaar absurd sterk, dus een citaat, is toegenomen en, ook een citaat, dat de sluitende verklaring ontbreekt. Het is met 8% toegenomen, weten uit de brief van de minister, het eerste kwartaal van dit jaar in vergelijking met vorig jaar. Het is een enorm sterke toename. Ik kan het niet verklaren. Dat is een citaat van de voorzitter van Ambulance Zorg Nederland, Han Noten. We staan voor een raadsel, dat zegt hij ook. Wij maken ons hier grote zorgen over. Heeft de minister, dat is een vraag, wellicht een verklaring voor deze plotseling sterke stijging van de vraag naar de ambulanceritten sinds 2021. En dan gaan we hier dus om een verklaring van de oorzaken voor de ambulanceritten. Dus is er bijvoorbeeld ineens meer behoefte aan ambulancezorg vanwege ongelukken, vanwege beroertes, vanwege hartfalen. Dus daar wordt niks over gezegd in die brief van 1 november. Dus dat is mijn vraag. Indien hij dit niet heeft, de minister, is hij bereid hier een onderzoek naar te laten verrichten. Dank u, voorzitter.